Dames en heren van de gemeenteraad van Hardenberg, van harte welkom op de raadsvergadering van 12 januari 2016. De eerste raadsvergadering in het nieuwe jaar. En voor zover dat nog niet is gebeurd, wens ik u nog een heel goed 2016 toe. Zowel persoonlijk, privé, en maar ook in politiek opzicht. De vergadering is geopend en ik heet ook welkom mensen op de publieke tribune, de media en de mensen die ons via de moderne media thuis beluisteren. De vergadering is geopend onder een mededeling van afwezigheid van de heer Bak van de VVD-fractie en de heer Kloekhorst van de fractie Op Koers. Nu. De vaststelling van de agenda. Agenda punt 2. Kan deze agenda uw goedkeuring wegdragen? Mevrouw van den Hoek. De heer Bakhuis. Mevrouw van den Hoek. De fractie van GroenLinks wil graag twee moties vreemd orde aan de dag voorleggen aan de raad. Twee moties. De ene motie gaat over, kunt u nog even toelichten? De ene motie betreft de kindergemeenteraad en de andere motie betreft het vrekken van de NAM in Den Velde. Akkoord. Ik stel voor dat we dat na agenda punt 5 doen. Agenda punt 5 vaststellen besluitlijst. Dat we daarvan maken 5a en dat 5b een motie wordt over kindergemeenteraad en 5c over wrekken. Akkoord dan de heer Bakhuis, CDA-fractie. De fractie van het CDA wil ook graag een motie indienen en die gaat over een sportfonds. Sportfondsmotie. Akkoord, die gaat ook in hetzelfde agenda. Punten mee onder 5D. Akkoord, daarmee kunnen we de agenda vaststellen. Brengt ons bij het spreekrecht van de agendapunten. Agendapunt 3. Er zijn geen personen gemeld. Dat betekent dat we snel door kunnen naar agendapunt 4. De actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Niet het geval. Akkoord, agendapunt 5. Het vaststellen van de besluitlijst van de vorige raadsvergadering. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen bij de griffier. Ook nu niet. Dat betekent dat wij de besluitenlijst van die vergadering vast kunnen stellen. Al dus is dat gebeurd. Agendapunt 5b. De aangekondigde motie van de fractie van GroenLinks over de kindergemeenteraad. Het woord is aan mevrouw van den Hoek. Ja, daarachter het spreekgestoelte. Dank u wel, voorzitter. Op 23 november jongstleden heeft er hier in deze zaal de kindergemeenteraad plaatsgevonden onder begeleiding van ProDemos. Het doel was om op een leuke en prettige manier kinderen van basisschoolleeftijd kennis te laten maken met democratie in het algemeen en hoe het lokale gemeentelijk werk eruit zou zien binnen een raad. Vier fractieleden hier van één van de ChristenUnie, van het CDA, van D66 en wij zijn aanwezig geweest als jurylid. We waren erg onder de indruk van het niveau van de plannen die de kinderen hadden ontwikkeld en de wijze waarop ze begrepen hadden hoe je een begroting tot stand moet brengen. En omdat we zo onder de indruk waren, hebben wij met elkaar besloten om te kijken of er mogelijkheden zijn om dit bij u in de raad neer te leggen om bespreekbaar te maken. En het dictum luidt dan ook, draagt het college op om de overige drie voorstellen die niet gewonnen hebben nader te bekijken en te onderzoeken of financiële ondersteuning tot de mogelijkheden behoort. Te onderzoeken of gemeente Hardenberg een periodiek terugkerend project de kindergemeenteraad kan organiseren en eventueel ook zonder de steun van Stichting Madure-Dam Steunfonds. En de resultaten van de bevindingen te delen met de gemeenteraad ruim voor de eerste bestuursrapportage. En gaat over tot de orde van de dag. Akkoord. Is er behoefte om hierover te spreken, anderen het woord te laten voeren? Voorzitter. De heer Brink en mevrouw Kelder. Mevrouw Kelder zag ik het eerst. Mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Wat u hier vraagt, of het college opdraagt, wil ik wel graag even weten van, heb je er ook over nagedacht van hoeveel dat gaat kosten, dat onderzoek, om het te onderzoeken of dit mogelijk is? Ik ga eerst even de vragen verzamelen. Ik weet niet of er een vraag of een opmerking is. De heer Brink? Eigenlijk maar een korte vraag, want
Ik zou de laatste zijn die niet wil dat kinderen worden betrokken bij de politiek, want de politiek is natuurlijk ontzettend leuk. Maar ik heb wel een kort vraagje en het gaat even over de samenwerking met het onderwijs. Ik was even benieuwd of u daar ook over heeft nagedacht, want u roept eigenlijk heel erg op tot het doen van onderzoek. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd van hoe u dan uiteindelijk de samenwerking voor u ziet met het onderwijsveld. En dat was eigenlijk mijn vraag. Laat ik dan beginnen bij meneer Brink van het CDA, voorzitter. Wij hebben nadien gesproken, ik in ieder geval persoonlijk, met de leerkrachten van de scholen die hebben meegedaan. En die hebben aangegeven dat het een enorm stimulerend bezigheid was voor de kinderen. En dat ze het jammer vinden als het niet terug zou komen. Want het geeft een stimulans om gezamenlijk te werken. En het geeft mogelijkheden om beter te kijken naar daar waar ze leven. Is dat voldoende? En zijn ze hier voor hunzelf ook een actieve rol weggelegd? Bij een vervolg? Absoluut. Okay. En als ik, voorzitter, door mag gaan met mevrouw Kelder van Opkoers. De motie draagt het college op om zelf het onderzoek te doen naar de mogelijkheden die er zouden zijn. Feitelijk zou het gaan om een maximumbedrag van 9000 euro om beide drie projecten te kunnen honoreren. Dat lijkt me op zich geen grote opgave om dat te bekijken, maar dat laat ik even aan de portefeuillehouder over. Als u dat goed vindt. Ik zou het dan wel graag van de portefeuillehouder willen weten. Voorzitter. Ja, de heer Stelpstra. Ja, wij denken dat de wethouder dit prima zelf kan onderzoeken. Zijn salariskosten zijn al bekend. Dus ik denk dat hij dit er zo even bij doet. Dank u wel. Het ging mij ook niet zozeer om wat die kosten zijn, maar dat het niet meer is dan dat wat de kinderen gaan doen. En dat zou ik zo zonde vinden om dat geld daar dan aan uit te geven. Niet aan de kinderen, maar aan het onderzoek. Akkoord, dank u wel. U mag gaan zitten. Er zijn geen vragen meer. En de portefeuillehouder, in de zin van dat ik dat ben, wil en vannacht dit gestoelde graag nog even reageren. Want we hebben natuurlijk een hele mooie bijeenkomst gehad hier. Tenminste wat ik heb begrepen en aan het slot ben ik daarbij geweest. Een hele mooie middag en avond. Georganiseerd in een goede samenwerking met de stichting Maduro Dam. En georganiseerd door ProDemos. Waar we ook met een heel goed gevoel op terugkijken. Alleen, ja, dat geeft ook al aan. Het was een soort eenmalige kans die zich voordeed en die hebben we met beide handen aangegrepen. Want dat is nou net het punt. Het college CQ en de begroting op dit moment is geen budget opgenomen voor dit soort initiatieven. En omdat ProDemos gesubsidieerd wordt landelijk voor de organisatie. En het Maduro Dam Fonds 3000 euro beschikbaar stelde, hebben we op die manier een hele mooie slimme combinatie gemaakt om dat hier naar Hardenberg te halen. Daar zit één kanttekening bij. Zoals gezegd, daar is dus nu geen budget voor opgenomen. En ten tweede, elk jaar wordt dit initiatief in een andere gemeente georganiseerd. Dus dit is een eenmalig iets wat voorbij kwam. Dus dat zijn een beetje de randvoorwaarden waar u het college mee op pad stuurt. En daar zullen we naar moeten kijken. En ik denk dat het goed is om ook wel de verbreding te zoeken. Want we hebben natuurlijk ook met jongeren, met kinderen, zijn er de nodige initiatieven op dit moment al gaande in de gemeente. Hè? We hebben debatwedstrijden met het Alpha College. Maar ook met de Zeven Linden, waar u zelf ook als raad heel nauw bij betrokken bent, hebben we ook debatwedstrijden. En daarnaast hebben we incidenteel circa 10 basisscholen ongeveer per jaar die bezoek brengen aan het gemeentehuis. Dus er zijn verschillende initiatieven. Ik denk dat het goed is om die daar ook wel bij te betrekken. Dat doen we allemaal met gesloten beurzen tot op dit moment. En dat is het uitgangspunt ook. Dus ik denk dat de zoektocht. Wat ik wil doen, wat ik voorstel, wat ik snap dat u dit in een enthousiast initiatief vindt, om te kijken, laat ik zeggen, dat is nog wel een vraag van mijn kant, of u zegt van er moet 9000 per jaar structureel beschikbaar komen, ja, dan is dat wel echt iets wat we bij de voorjaarsnota mee zouden moeten nemen. Als u zegt van kijk eens naar of je binnen bestaande programma's de initiatieven van de drie scholen die nu hebben meegedaan, om te kijken of je daar iets mee zou kunnen doen. Dat geeft iets meer lucht en iets meer ruimte om daar een oplossing voor te zoeken. Dat in eerste instantie als een reactie vanuit het college. Mevrouw Van den Hoek.
Ik denk dat het heel goed is als u de interpretatie van het dictum op deze wijze zou inzetten. Want dat betekent nog steeds dat u kijkt naar mogelijkheden die er zouden kunnen zijn. Het bedrag van 9.000 euro zal alleen maar van toepassing zijn als er ruimte voor zou kunnen worden gevonden. En zo is het ook natuurlijk neergezet, dat u kijkt naar de financiële mogelijkheden en niet dat het dat ook daadwerkelijk in eerste instantie zou moeten kosten. Dus als ik zo rondkijk, zou deze interpretatie een uitstekende vorm zijn. Anderen nog? De heer Gelling? Ja, voorzitter, dan ben ik een beetje confuus, want dan wordt er een interpretatie gegeven op een motie. Maar, en wat is dan de bedoeling? Wordt die motie wel of niet in stemming gebracht? En wat is uw stringente advies daarin? Want dat is mij ook niet helemaal helder. Ik was aan het aftasten hoe de motie geïnterpreteerd moet worden. Mijn standpunt is dat 9.000 euro is niet zo beschikbaar. Dus dat wordt een hele lastige om dat zo toe te zeggen. Maar als ik kijk naar de initiatieven die er liggen, dan zouden we kunnen kijken of we binnen de programma's van onderwijs, maar dat zeg ik nu heel vrij, dan wel binnen een cultuurprogramma, dan wel binnen een openbaar orde veiligheidsprogramma, als dit zou aandienen, om te kijken of daar middelen beschikbaar zouden zijn om te kijken van kunnen we dit initiatief met financiële steun omarmen. Maar dat zal dan niet in de hoogte van de bedragen zijn zoals standaard 3.000 euro per initiatief. Dat zeg ik dan ook direct bij. Nou. En mag ik daarop aanvullen dat dat bedrag per definitie niet wordt genoemd? Wij vragen expliciet om te kijken of er mogelijkheden zouden zijn. En of u kunt kijken op welke manier u dit wel zou kunnen doen. Het bedrag wat net genoemd is, is een antwoord op een vraag van mevrouw Kelder. En heeft daadwerkelijk iets met de opdrachtgeving te maken richting u. Akkoord, dan volgens mij dan kan vanuit het college dit, dan zullen we dat onderzoekje doen. En dan komen we met een notitie in de richting van de raad terug en dan kan er een definitief besluit worden genomen. En dat betekent dat er mag gestemd worden over deze motie, maar dat het college positief tegenover deze motie staat om die over te nemen. Ik stel voor om wel even in stemming te brengen, dat dat ook duidelijk is voor een ieder. En dan zien we ook welke fracties daarachter staan en welke niet. Mag ik de motie in stemming brengen? Ik constateer dat de fracties van GroenLinks, CDA, ChristenUnie, D66 in ieder geval hebben aangegeven voor te zijn. Ik kijk naar de fractie van de Partij van de Arbeid. We zijn akkoord, maar wij waren eigenlijk al overtuigd door uw antwoorden. Dus eigenlijk was die voor ons wel overbodig. Akkoord, ik heb behoefte om te kijken hoe breed het in de raad leeft. Dus vandaar dat ik hem toch in stemming breng. Op koerspunt nu. Ook wij zijn voor, maar alleen, ik wilde even weten of niet de kosten boven het gewin ging. Ja, akkoord. De VVD-fractie. Voorzitter, na uw duidelijke uitleg zijn wij niet alleen voor, maar verheugd met deze motie. Nou, kijk, daar kunnen we mee aan de slag. En tot slot Leefbaar Hardenberg. Voorzitter, Leefbaar Hardenberg dacht al een beetje die kant uit, want overige scholen doen ook een bijdrage en er zit vast wel ergens ruimte bij een ambtenaar om iets mede te organiseren. Dus prima. Akkoord. Er zit ruimte bij de ambtenaar voor zover het college dat toestaat. Dus het college zal met een notitie in uw richting komen met een voorstel. De motie is unaniem aangenomen. Akkoord. Brengt ons bij agendapunt 5c, de motie over fracking. Het woord is wederom aan mevrouw Van der Hoek van de fractie van GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Het is ijdele hoop om te denken dat deze motie net zo makkelijk en vrolijk gaat verlopen als de eerste. Maar in navolging op de zorg die er in de landen klinkt over de methodiek frekken en het feit dat er vorige week maandag is gestart met het frekken in Den Velde, hervonden de ChristenUnie en onze fractie samen noodzakelijk om op deze wijze deze motie vandaag aan u voor te leggen. Want waar het over gaat, ongeacht de discussie over wat frekken nou is bij gaswinning conventioneel, oftewel in de extreme vorm bij schaliegas, en welke methodiek en op welke diepte dat allemaal zou zijn, ik ben geen scheikundige. Dus daar wilde ik het wat dat betreft even bij laten. Maar wij zijn van mening dat het hier eigenlijk gaat over een vorm van goed rentmeesterschap. En over het steunen van onze landelijke en provinciale staten in een beleid. En dat gaat over Leefbaar Hardenberg, ook voor toekomstige generaties. En we hebben het hier over de veiligheid van onze lokale mensen.
en het schip op de juiste, duurzame koers te houden. En de toekomst van onze agrarische ondernemingen veilig te stellen. En we hebben een verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordigers om dat wat kwetsbaar is te borgen en in bescherming te nemen. Ook in de verre toekomst in oogschouw te nemen, want daar zijn wij verantwoordelijk voor. En dit alles kan niet zonder de garantie dat een van onze meest primaire levensbehoeftes, namelijk schoon water, veiliggesteld wordt voor toekomstige generaties. Dat brengt mij dan tot het dictum. Spreekt uit namens de raad dat gemeente Hardenberg uit te roepen tot een frekkenvrije gemeente, zolang er geen duidelijkheid is over de gevolgen van frekken. Draagt het college op dit standpunt kenbaar te maken aan Provinciale Staten, de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. En gaat over tot de orde van de dag. Akkoord, dank u wel. Ik kan me voorstellen dat de andere partijen hier op willen reageren. Ik maak even een rondje. De fractie van het CDA, VVD, D66 en PvdA. Ik begin bij de fractie van het CDA. De heer Van der Valk. Dank u wel, voorzitter. Ja, als CDA hebben wij de, naar onze mening, goede gewoonte om terughoudend op te stellen als het gaat over zaken waar wij niet over gaan. En we denken dat wij in eerste aanleg hier niet over gaan. Het is ons uiteraard ook genoegzaam bekend dat het geachte Kamerlid, CDA-Kamerlid Agnes Mulder, geboren en getogen in deze mooie gemeente, in de Kamer een motie over dit onderwerp, het frekken, heeft ingediend in de Kamer in oktober. Ook is ons bekend dat de minister die motie naar zich neer heeft gelegd. Als CDA Hardenberg begrijpen wij dat er bij veel mensen vragen leven als het gaat om om de diepe gaswinning. Frekken en aanverwante activiteiten, in die zin ook terecht, dat landelijk en dat niet te vergeten ook provinciaal, de politiek, zich daarover roert. Omdat iedereen daar toch wel wat vragen over heeft. Dat er onderzoek gedaan wordt, daar zijn wij voor. En dat ook een stuk voorlichting gegeven wordt, dat is een goede zaak. Inmiddels heeft de minister ook toegezegd dat het onderzoek er komt. En de mijnwet, die wijziging daarvan, die is al voorzien. En dat geldt ook voor de rol van het staatstoezicht op de mijnen. En dat zal daarbij ook onder de loep genomen worden. Daarnaast is het ons ook bekend dat de NAM al ongeveer 50 jaar deze activiteit uitvoert zonder problemen. Ze voldoen daarbij steeds aan de eisen die worden gesteld door de wet en ook wordt er nauwlettend toegezien door het staatstoezicht op de mijnen dat ze zich daaraan houden. Wat ze hier doet, doet ze dus eigenlijk al tientallen jaren zonder veel problemen. Ik neem even een slokje van het drinkwater, want ik ga ervan uit dat het ook nog vele jaren goed zal blijven. Voorzitter, kort samengevat. Wij gaan hier als gemeenteraad eigenlijk niet over. Als CDA-fractie zijn wij absoluut voor een stuk helderheid. En ook een stuk goede voorlichting naar de bevolking over wrakken. Want zoals u al aangaf, wrakken hier in de omgeving van Schonebeek en deze velden is totaal iets anders dan de diepe wrakken van schalieformaties. Een motie zoals u die nu voorstelt, dat gaat ons dan ook veel te ver op dit moment. Tot zover in eerste termijn. Akkoord. Dank u wel. Ik ga naar de fractie van de VVD. De heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Anders dan meneer Van der Valk vindt mijn fractie dat iets al jaren gebeurt. Nou, niet gelijk reden om daar nog maar jaren mee door te gaan. En is het nu frekken of wrakken? Dat is mij helemaal bekend. Ik moet u ook eerlijk zeggen dat ik tot deze motie nog nooit van frekken of wrakken gehoord had.
Maar onderzoek leerde dat het inderdaad gebeurt dat... Voorzitter, de heer Gelling noemde mijn naam. Mag ik heel kort even reageren? Ik zei niet alleen dat iets wat al jaren gebeurt. Ik zei dat iets wat al jaren zonder problemen gebeurt. En dat is toch een nuance die ik graag even benadruk. Dank u wel. Kort. Nou, die nuance nemen we dan over. En laat ik dan zeggen dat ook iets wat zonder problemen al jaren gebeurt, wat onze fractie betreft niet automatisch ook voortgezet hoeft te worden. Maar dank voor deze aanvulling. En het feit dat de VVD-minister de motie naast zich neergelegd heeft, hoeft ook niet direct reden te zijn voor onze lokale fractie om tegen deze motie te zijn. Wat we alleen wel vinden is dat het wat neigt naar symboolpolitiek in deze, omdat de vergunningen en allemaal afgegeven zijn. En ik dan wel heel benieuwd ben wat nou de toegevoegde waarde is van de motie die GroenLinks hierin dient. Omdat er al gefrekt wordt, de vergunningen voor het frekken zijn afgegeven. En wat heeft het dan voor zin om te verklaren dat Hardenberg een frekvrije gemeente wordt als er al gefrekt wordt? Akkoord. Wilt u nu direct reageren? Dat mag. Ja, dan wordt het misschien heel veel. Mevrouw Van Hoeken reageert. Dank u wel, voorzitter, want dit zijn lange betogen die ik heb en ik heb geen vraag gehoord bij het CDA, maar wel bij de VVD. Dus ik begin daar toch graag. Symboolpolitiek, zo zou je het kunnen noemen. En tegelijkertijd hebben we hier wel een volksvertegenwoordigende rol, waarin wij verplicht zouden moeten zijn of zouden moeten voelen, om kenbaar te maken hoe wij staan in deze. En zolang wij geen geluid produceren over wat ons standpunt in deze is, hebben we helemaal niks. En in dat opzicht symboolpolitiek, en ik denk dat meneer Van der Valk er ook aan refereerde. Maar ja, weet je, we gaan er niet over. Dan heb ik twee vragen terug. Wanneer gaan we er dan wel over? En wat doet burgemeester Snijders eigenlijk morgen dan in de Provinciale Staten als het gaat over onze streekfunctie om daar voor ons op te komen? Feitelijk gaan wij daar ook niet over. Akkoord. De heer Gelling wil reageren. Ja, meneer de voorzitter, wat moet ik daar nou van zeggen? Laat ik positief beginnen dat ik veel waardering heb voor alle initiatieven die GroenLinks hier ontwikkelt. Maar dan is natuurlijk een vergelijking van niets is om grootste inspanningen ter zake van onze streekfunctie te behouden, afgezet tegenover het wrakken wat al lang gebeurt. En ik vind het, en dat laat daarbij houden, een symbool wat niet onsympathiek is. Maar wat ik in de vorm van een motie toch niet zal ondersteunen. Laat ik nou bij houden. Akkoord. Ik wou even de ronde afmaken. Ja? D66, de heer Rodemans. Voorzitter, dank u wel. Ja, eigenlijk is er al best wat gras weer voor voeten weggemaaid. Met lange betogen inderdaad. Eventjes kijken. Mevrouw Van der Hoek zegt, ik ben geen scheikundige. Maar ik voorzie wel enige problemen, terwijl aan de andere kant meerdere partijen hebben aangegeven, onder andere de NAM, maar ook andere partijen, dat er geen schadelijke gevolgen zijn vanuit deze methodiek. U roept op in de motie om ons te verklaren tot een vrekkenvrije gemeente, zolang geen duidelijkheid is over de methode en de gevolgen. Wat mij betreft is er al duidelijkheid voldoende. Dus ondersteun ik op zich de motie niet, maar ben wel benieuwd naar de reactie van de portefeuillehouder in deze. Daarnaast heb ik wel even nog een vraag, als het mag, voorzitter, aan het CDA. Die zegt, wij hebben veel vertrouwen in de NAM. Nu staat de NAM de laatste tijd wat minder goed in het nieuws. Ook bij de bevolking, bijvoorbeeld die van Groningen. Nu vraag ik me af of dat vertrouwen niet helemaal is gestoeld op wat naïviteit in deze. Voorzitter, ik wil daar graag op reageren, want misschien is er iets met de oren van geachte raadslid Rodemond aan de hand, maar ik heb mij niet waarderend uitgelaten over de NAM. Ik heb alleen gezegd dat wat tot nu toe op dit vlak de afgelopen tientallen jaren gebeurd is, in goede orde gedaan is. Akkoord, dank u wel. Ik ga door naar de fractie van de Partij van de Arbeid. Het woord is aan de heer Jonkans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad, er is al veel gras voor de voeten weggemaaid. Wij kunnen ons ook niet aan de indruk onttrekken dat het toch een beetje op de golven van de commotie die gepaard gaat met frekken bij schaliegas, deze motie tot stand is gekomen. En
Het is al jarenlang gebruikelijk. Het gaat inderdaad om chemicaliën en het is op zich is de vraag stellen is niet verkeerd, maar om dit gewicht aan te geven, daar stellen we onze vraagtekens bij. Maar desalniettemin zijn we wel benieuwd naar het antwoord van de portefeuillehouder en zullen we dan verder kijken. Akkoord. Mag ik voorstellen om eerst even naar de portefeuillehouder te gaan, dat u plaatsneemt? Nou, maar dat kan ook van achter de spreekgestoel. Ik wou eerst voorstellen om de wethouder even het woord te geven. Dan hebben we het totale plaatje compleet en dan geef ik u het woord of u doorgaat met de motie of niet. Ik kijk naar de wethouder die gaat over wrakken of vrekken. De heer De Vent. Dank u wel, voorzitter. Nee, ik gebruik steeds het woord vrekken, maar goed, dat is meer op basis van taalgevoel, maar volgens mij kunt u het allemaal vinden op Google, want u kunt ook de uitspraak toetsen van bepaalde ingewikkelde woorden. Dus ik laat me graag verbeteren als dat aan de orde mocht zijn. Ik vind vrekken mooier dan wrakken, want bij wrakken heb ik ook weer andere beelden. Een toegepaste... toegepaste techniek, ik denk dat de heer Van Valk dat heeft nadrukkelijk heeft aangegeven sinds 1950. Dat is net zoals de heer Gelling zegt, geen garantie, daar ben ik van harte met hem eens. Maar de procedures die de NAM hanteert zijn wel aan strenge veiligheidseisen, moeten die voldoen. En die worden heel nauwlettend gevolgd door staatstoezicht op termijnen. En zelfs, het is zelfs ook nog zo dat er na afloop van een vrek, en het is een kortdurende activiteit, hè, want het hele plan duurt ongeveer 4 weken, heb ik me laten vertellen. Het is inmiddels ook alweer afgerond in Den Velden. Men gaat nu met de afbouw bezig, maar in totaliteit 4 weken. De activiteit duurt ongeveer 1 uur of 2 uurtjes in totaal. Maar daarna vindt er ook nog een monitoring plaats van de waterkwaliteit. Dus het is wel zo dat men dit niet heel gemakkelijk zo opneemt. En dat er een strenge toezichthouder kijkt hoe dat gaat. En het valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken, dat is helder. De provincie heeft geen rol en de gemeente heeft ook geen rol in dit verhaal. Laten we daar maar heel helder in zijn. Ik heb toch wel behoefte om dat even te noemen. Dan de motie van mevrouw Mulder. Die heeft inderdaad een motie ingediend in oktober. En daar heeft de minister ook op gereageerd. Ik heb hier de brief van de minister. Misschien heeft hij hem ook wel gezien en gelezen. Waarin hij ook zegt van... ik heb voor wat betreft de lopende vreks voldaan zeg maar, aan alle juridische veiligheidseisen die normaal gesproken ook toepassen. En dat geldt zowel voor Den Velden, want Den Velden wordt ook in de brief expliciet genoemd. Evenals Zaaksum, een mooie plaats in Groningen. En hij zegt van, nou, daarmee is hij geen enkele reden om nu op te schorten. Maar, zegt hij, en daar komt een belangrijk moment in het verhaal. Ik heb wel oog en oor voor de gevoeligheid die het met zich meebrengt rondom gasboring in zijn algemeenheid. En ik overweeg een wijziging van de mijnbouwwet op dit terrein. Als het gaat om het winningsplan in de mijnbouwwet. En daarin wil ik ook veel meer luisteren naar de omgeving. Provincie, gemeente en waterschap. En zelfs in de aanloop naar die wijziging toe wil ik voor geplande nieuwe vreks ook die methodiek al toepassen. Kortom, dat wordt onderdeel van het winningsplan. En dan is er ook nadrukkelijk een rol weggelegd voor een advies van gemeente, provincie en waterschap. Dus ik zou willen zeggen... Ik zou dus ook nu deze motie sterk willen ontraden. Want op het moment dat er sprake is van een nieuwe vrek op basis van de gewijzigde wet, dan komt u in beeld als raad. En dan heeft u veel meer het podium om uw standpunt te verkondigen. En dan kunt u ook optreden gezamenlijk met provincie en waterschap. Dus kortom, voorzitter, ik zou willen zeggen, de minister beweegt op dit terrein, heeft zelf oog en oor voor. Laten we dat traject nu niet verstoren, want u komt... Zelfs in de aanloop naar de nieuwe wetgeving nog in beeld bij toekomstige freks. Ik zou hem nu willen ontraden, hoogstens aanhouden. Voorzitter. Akkoord, dank voor uw toelichting. Mag ik een reactie op de wethouder? Nou ja, de wethouder die zegt dat dan wel van ik zou hem nu ontraden. Maar het is natuurlijk wel frappant dat de Vereniging van Nederlandse Waterwinbedrijven... dat die nadrukkelijk aangeven dat eigenlijk het voorzorgsprincipe gehanteerd zou moeten worden. En dat hij heel nadrukkelijk aangeeft om eerst de onderzoeken maar eens af te wachten. Want we praten inderdaad over 1950 en dat, dat ze begonnen zijn daarmee. Maar... Niemand weet de gevolgen. Ja, de gevolgen weten we wel in Groningen. Die gevolgen die zijn ons wel zichtbaar en kenbaar.
Maar voor de rest hebben we helemaal geen gevolgen. Wij weten helemaal niks. Dus ik snap dat u zegt van ja, ik ga met de minister mee. Maar vanuit ons standpunt, hè, we hebben het wel over de burgers van Hardenberg. En we hebben het niet over heel Nederland. Wij zitten hier namens de burgers van Hardenberg. En ik vind dat we best een signaal kunnen afgeven, ook richting de minister, dat ook hij ervan doordrongen moet zijn. Dat het niet alleen maar hier betreft over van puur die gaswinning, hè, puur die 350 miljoen kub gas naar boven halen, maar ook eens een keer na gaan denken van wat zijn de gevolgen. Hij heeft het niet in beeld, wij hebben het niet in beeld, maar we gaan zo blindelings weer mee. Net zo goed als met asbest, net zo goed als met DTT, wij weten het niet. En u zegt van ja, ik zou hem sterk ontraden. Nou, Partij van de Arbeid kennende, altijd goed komen op voor deze wereld, rentmeester, zuinig zijn op deze wereld. En u geeft daar gewoon maar aan van, maar ja, ik ontraad me er. Nou, het valt mij wat dat betreft ja, smerig tegen van u. U moet het niet te persoonlijk maken, meneer Mulder. Nee, dat klopt ook wel. We hebben inhoudelijke argumenten. Het is goed dat u debatteert daarover en de argumenten noemt. Maar volgens mij is de wethouder hier niet zelf aan het wrekken. Dat doet eigenlijk nog niet wat anders. Gelukkig niet. Daar, voorzitter, ik wil er wel even op reageren. Want volgens mij heb ik ook nadrukkelijk in het begin gezegd van wij snappen ook heel goed de zorg. Hè, en de zorgvuldigheid die je moet betrachten ook naar je inwoners toe. Laat dat volstrekt helder zijn wat mij betreft. Dus ik ga ook absoluut niet mee met uw woorden. Want die zorg is er ook bij ons. Alleen ik vind dat je een zorg wel op het goede moment moet uiten. En dat is wat ik net in mijn verhaal heb gezegd. En daarin kunnen wat mij betreft ook de resultaten van onderzoeken die nu plaatsvinden meegenomen worden. Dus laat dat nog een keer nadrukkelijk gezegd zijn. Dat die zorg er ook wel is. Dat je ook op het juiste moment, dus qua timing, op het juiste moment moet brengen om ook effect te kunnen sorteren. En dat is niet nu. Daarmee wil ik afronden. Akkoord, dank u wel. Ik ga naar de indiener van de motie. Mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp wel degelijk toch het sentiment waarmee meneer Mulder hier zijn betoog emotioneel neerlegt. Die voel ik ook, maar ik zal proberen om het passend te houden. Wanneer zijn we dan wel aan zet? De NAM heeft deze vorm van frekken in Den Velde aangekondigd. Er zijn stevige en kritische verhelderende vragen gesteld in Provinciale Staten vorige week woensdag door de fractie van het CDA en ondersteund ook door GroenLinks en de ChristenUnie. Hoe dat nou kan, want als we op die manier al, tussen haakjes populair gezegd, gepiepeld worden, hoe betrouwbaar is dan straks de berichtgeving over wanneer het weer gaat gebeuren? Dat is één. Twee, het gaat niet over wanneer wij dit beslissen, het gaat erover wanneer wij als raad, wanneer wij hier niet meer zijn en onze kinderen misschien daar de kinderen van de gevolgen van iets wat we nu niet zeker weten, ondervinden. Wie gaat dan mea culpa zeggen? Want daar gaat het hier uiteindelijk feitelijk om. Het is symboolpolitiek, maar dat geldt voor heel veel dingen. Het uitspreken dat wij in afwachting van de definitieve resultaten zeggen, we willen dat hier op ons grondgebied niet en zeker niet met al die onduidelijkheden. Er wordt een zwaarte aanverleend alsof we hier de hekken dicht doen, deuren sluiten. Wat wij zeggen is in afwachting van, moeten we het voorbehoud en de wereld waarin wij leven, in alle profielen die wij hier hebben, boven partijcultuur uitzeggen. Den Velde gaat niet ten onder, op welke wijze dan ook in de toekomst. En misschien is het niet zo, dan is het niet nodig geweest. Maar we geven wel een helder en duidelijk signaal af. En dat zou wat mij betreft onze taak moeten zijn hier. En een momentum kiezen. We kunnen ook de datum veranderen op het moment dat we zeggen, laten we dit nou hier niet willen. Het kan aan mij liggen. En misschien heb ik een beetje last van interpretatieproblematiek in deze. Maar dit onderwerp frekken, fracking heeft niet alleen bij het woord wat verwarring, maar ook bij wat het inhoudt. Ik heb ergens gelezen dat er een mening is dat het opwekken van duurzame energie naar de toekomst met kracht moet worden gestimuleerd. En daarbij is een passende infrastructuur nodig. Dat staat op de site van D66. Ik vraag me af of ik infrastructuur in deze dan ook letterlijk moet nemen. Of we het moeten hebben over dan de toepassing van de methodiek. Want daar hebben we het hier over. Ik vraag me dan ook af wat betreft de CDA. Of de natuur en de cultuur die wij erven en overerven en door willen geven. In verbondenheid en verder kijkend dan onze eigen tijd. Hier ook dan van kracht is. Ik denk dat de ChristenUnie en wij in dit geval
een stuk los hebben gelaten wat onze partijideologie is en hebben gekeken naar wat dit voor implicatie kan hebben voor onze inwoners in Den Velde. Zo heeft Saaksum dit ook aangepakt. Er is weinig anders aan in die motie dan het feit dat daar letterlijk gezien de vergunning in een andere fase was. Oftewel, die was nog niet verleend, maar de strekking blijft gelijk. En ik denk dat het belangrijk is dat we daar ook ondersteuning aan geven. Want ook in Emmen voelen we af en toe de trillingen van de seismische risico's die er zijn. Voorzitter, dat was het. Voorzitter, mag ik nog heel even kort reageren? Want dat geldt ook voor de heer Rodemond, denk ik. En dan wil ik tot stemming overgaan. De heer Gelling wil ook nog reageren. En dan stel ik voor om dit debat af te ronden en dan tot stemming over te gaan. Want ik begrijp dat mevrouw Van Hoek de motie in stemming wil brengen. De heer Rodemond en dan de heer Van der Valk. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik reageer mede omdat onze website wordt aangehaald. Maar dat was niet de toon waar ik op aansloeg om überhaupt te reageren. Ik vraag mij eigenlijk af waarom mevrouw Van der Hoek liever een lege motie wil indienen die echt alleen als symbool dient om onze nazaten gerust te stellen van wij hebben ons best gedaan. Terwijl eigenlijk onze wethouder het nu al zegt, wij zitten er stevig bovenop. En wij monitoren zeer nauwkeurig de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de inwoners van Hardenberg. Als dat niet voldoende is als toezegging, waarom dan deze motie die eigenlijk toch een beetje als lege huls aanvoelt? En dan ga ik liever mee, gelet ook op de tekst van onze website, met de wethouder en zijn stellingname, dan met deze motie. Akkoord, de heer Gelling. Ja, voorzitter, nogmaals niet onsympathiek, maar ik heb wel wat bezwaar tegen alles wat daar toch bijgehaald wordt. Alsof ik hoor net Den Velde ten onder zou gaan doordat er gefrakt wordt of gefrekt. Nou, ik vind dat dat wel heel erg ver gaat in deze. Want dan sluit toch aan bij de bevindingen van de afgelopen 50 jaar. Er is nog niemand ten onder gegaan. En ik vind dat de suggestie die daarmee gewekt wordt wel een schadelijke is. En ik vind ook de toon van deze discussie en het aanhalen van allerlei websites om mensen daarmee om de oor te slaan, vind ik niet helemaal kies. Ik vind het mevrouw Van Hoek sieren dat ze vecht voor haar motie. Maar ik denk dat daar wel wat normen en waarden voor gelden die wat mij betreft wel iets beter in acht zouden mogen worden genomen. Akkoord, dank u wel, de heer Van der Valk. Ik merk dat mijn genoegen dat mijn overbuurman, de heer Gelling, toch aardig aansluit bij wat ik in eerste instantie zei. De goede ervaringen uit het verleden toch wel een beetje meetellen. En ik vind het betoog van GroenLinks, van mevrouw Van der Hoek en ook de reactie van de heer Mulder toch behoorlijk zwaar aangezet. En rentmeesterschap is ook op een gegeven moment een goed afgewogen besluit nemen. En ik denk dat dat hier ook gebeurd is. En dan neigt het toch naar een stuk symboolpolitiek die hier bedreven wordt. En dat is voor mij de reden om in dit geval ook een hoofdelijke stemming te vragen. Akkoord, waarvan akte. Tot slot de fractie van de Partij van de Arbeid. De heer Jonkans. Ja, voorzitter, wij zouden graag even willen schorsen. Omdat we even willen nadenken. Ja, akkoord. Kunnen wij schorsen en dan tot stemming overgaan? Akkoord. Wij schorsen de vergadering voor 5 minuten. Voldoende? De vergadering is geschorst. Dames en heren, beste mensen, mag ik verzoeken om uw plekken in te nemen. Ik heropen de raadsvergadering. En de orde is motie 5C over wrakken of wrakken. En er was een schorsing aangevraagd door de fractie van de Partij van de Arbeid. En we hadden afgesproken om direct tot stemming van de motie over te gaan. Ik kijk nog even in de richting van GroenLinks. Dat gaat alsnog door. De motie wordt aangehouden van GroenLinks en ChristenUnie. Maar ik zie een vinger van de heer Mulder. De heer Mulder. Ja, dank u wel. Ik wil even mijn excuus maken naar de felheid richting de wethouder. Er zit gewoon een stuk emotie achter. Want nou ja, we zien zo vaak dat het goed misgaat. En ook in dit geval, en met name dat de waterleidingbedrijven aangeven. Dit is onverstandig, voorzorgsprincipe. En dan in dit geval denk ik van ja, dat komt toch niet meer op een dag en een week aan. Laten we dan eerst afwachten wat de onderzoeken zijn. Maar nogmaals, mijn excuses richting. Het ging om excuses. Ja. Dat was de hoofdzaak. Dank. Ja. Het is goed dat u dat heeft kenbaar gemaakt. Mooi, dank u wel. Ik breng de motie in stemming. En er was gevraagd om hoofdelijke stemming.
U wilt nog stemverklaring afleggen voorafgaand. De Partij van de Arbeid wil nog stemverklaring voorafgaand. Mevrouw Jülink. Ja, zoals heeft de schorsing wat langer geduurd. Ik ben blij met de excuses van de ChristenUnie, want dat kleurde ook wel onze discussie natuurlijk. Omdat ja, uiteindelijk een onderwerp waar we inhoudelijk het nee zeggen tegen wrakken, ja, dat steunen wij op zich als Partij van de Arbeid ook wel. Alleen wij zijn nu nog niet aan de beurt. We hebben de woorden gehoord van de portefeuillehouder en wij zijn ook overtuigd dat de portefeuillehouder er alles aan zal doen aan de goede gezondheid van onze inwoners en ook buiten onze gemeente natuurlijk, hè, want Coevorden ligt daar bijna naast, ook daarvoor ten strijde te gaan. Wanneer zijn we aan de beurt? Wanneer hier een bron geslagen wordt of geboord wordt of gevrekt wordt, dan komen wij uiteindelijk aan de beurt ook als gemeente. Hè. Dat is het toezicht van de minister, daar wordt uitgewerkt. Dus wij zijn het mee eens dat deze motie nu te vroeg is. Maar als TZT het aan de orde is hier binnen deze gemeenteraad, zullen wij als Partij van de Arbeid-fractie heel erg duidelijk maken dat de rekken voor ons geen aanbare weg is. Maar vooralsnog zijn we nu tegen de motie, omdat wij hem nu nog te vroeg vinden. Akkoord, stemverklaring. Wij gaan over tot hoofdelijke stemming. Dat betekent dat er een nummer getrokken wordt door de voorzitter van uw raad. Uit de zwarte zak. En dan beginnen wij met dat nummer. Dat is nummer 16. En daar hoort de naam van mevrouw Kelder bij. En ik vraag u of u voor of tegen aanneming van deze motie bent. Mevrouw Kelder, voor of tegen? Tegen de motie. Mevrouw Kloekhorst. Tegen. Mevrouw Luiten. Tegen. De heer Mulder. Klaas. Voor. De heer Nijhoff. Tegen. De heer Odink. Voor. De heer Reiling. Tegen. De heer Rodemond. Tegen. De heer mevrouw Van den Hoek. Voor. De heer Stelpstra. Voor. De heer Van der Valk. Tegen. Voor. De heer Van der Valk. Tegen. Mevrouw Veldhuizen. Tegen. De heer Van der Wel. Die is hier ook niet voor. Voor of tegen? Ja, dus soms bij het CDA gaat het wel eens een beetje omgekeerd daar, maar echt tegen. Akkoord, dank u wel. En mevrouw Willems. Voor. De heer Wilts. Voor. Mevrouw Baarslag. Tegen. De heer Bakhuis. Tegen. De heer Van den Berg. Tegen. De heer Boersma. Voor. De heer Botter. Tegen. De heer Breukelman. Tegen. De heer Brink. Tegen. De heer Dogger. Tegen. De heer Gelling. Tegen. De heer Van der Grampel. Voor. Mevrouw Hansen. Tegen. Mevrouw Hof. Voor. De heer Jonkhans. Tegen. En tenslotte mevrouw Jülink. Tegen. Akkoord, dank u wel. Daarmee hebben alle aanwezige raadsleden een stem uitgebracht hier aanwezig. En daarmee is de motie met 20 stemmen tegen en 9 voor verworpen. Al dus besloten. Voorzitter, het is mooi om te zien dat overal de fractiediscipline nog aanwezig is in dit jaar. Ja, dat is een constatering van uw kant die wij hier voor kennisgeving aannemen. Wij gaan door naar een volgende motie. En dat is de motie 5D, althans agendapunt 5D. En de motie Sportfonds. Het woord is aan de heer Bakhuis van de fractie van het CDA. Dank u wel, voorzitter. Voor u ligt de motie aangaande het Sportfonds. Namens het CDA, maar ik ben ook blij om te kunnen vertellen dat de fracties van ChristenUnie, Partij van de Arbeid, D66, GroenLinks, Leefbaar Hardenberg deze motie mede ondertekenen en indienen.
En daarnaast de fractie van op koers deze motie ondersteunt. Wil ik graag deze motie indienen die dus betrekking heeft op het verlagen van de minimumleeftijd waarop aanvragen kunnen worden behandeld bij het sportfonds. Ik beperk me tot het lezen van de dictum dat als volgt luidt. Draagt het college op te onderzoeken of de minimale leeftijd van 6 jaar waarop kinderen in aanmerking kunnen komen voor hulp vanuit het sportfonds verlaagd kan worden naar de leeftijd van 5 jaar. Indien dit onderzoek de mogelijkheid biedt de leeftijd te verlagen naar 5 jaar, dan hiertoe ook daadwerkelijk over te gaan. En gaat over tot de orde van de dag. Akkoord, dank u wel. Ik wil de motie voor zover van de raad behoefte bestaat in bespreking geven. Deze behoefte om daar nog iets op toe te voegen, vragen te stellen aan de indiener. Dat is niet het geval. Dan kijk ik in de richting van het college. Het woord is opnieuw aan de heer De Vent om een reactie te geven op de ingediende motie over het sportfonds. Dank u, voorzitter. Sympathieke motie. Ons ook bekend dat er, zeker als het gaat om inderdaad de zwemlessen, in dit geval de pakketten die daarvoor worden toegepast, ABC in één pakket, dat er veel behoefte is. Juist ook bij huishoudens, gezinnen met een beperkt inkomen. Nou, even een korte reactie. Het is nu al zo dat het pakket wordt aangepast naar A en B. Dus dat is een heel mooi iets. Heel goed. Maar dat er in ieder geval behoefte is, en dat wil ik hier nadrukkelijk wel gesteld hebben. Zo groot is die behoefte dat we vorig jaar ons jeugdsportfonds zeg maar, hebben overschreden in geld. En dan denk ik, als iemand nu nog durft te roepen van het is onbekend en onbemind, dan ga ik dat hier dus sterk in twijfel trekken, want dat is dus niet aan de orde. Voor jaar een overschrijding gaat van 12.000 euro, even heel nadrukkelijk gesteld. Er wordt veel gebruik van gemaakt, is een grote behoefte. Nou, dan moeten wij kijken hoe we dat financieel gaan oplossen binnen het totale pakket van ons minimabeleid. Dat bestaat uit meerdere dingen. Dus financieel gezien heb ik nog even een opgave te doen om dat in het totale pakket van het minimabeleid in te passen. Maar we vinden hem wel dusdanig sympathiek en ook belangrijk, noodzakelijk. Want zwemmen is dus ook een soort basisvaardigheid, dat ik het onderzoek kan ondersteunen. Dus wij gaan aan de slag ermee om te kijken hoe we dit kunnen gaan organiseren binnen de bestaande middelen die we hebben. En ik kom daar, omdat we toch al bezig zijn nu met de evaluatie van het minimabeleid, waar we ook bij u terugkomen, waarschijnlijk in maart, dan neem ik dit mee. En mocht er in voorkomende gevallen nu iemand tussen wal en schip dreigen te raken, dan zeg ik, nou dan gaan we dat gewoon oplossen. Maar u wilt ook voor de toekomst een regeling. Dus ik kom erop terug bij ondersteunende motie en kunnen daarmee nu aan de slag. Akkoord, en daarmee geeft u als portefeuillehouder een duidelijke toezegging in de richting van de raad. Er is nog een vraag van de zijde van de heer Gelling. Ja, voorzitter, wat mij eigenlijk meer in het algemeen bezighoudt, de zaken van al deze moties, is dat daar vragen worden gesteld aan het college om iets te onderzoeken. Maar al die dingen kosten wel geld. De wethouder zegt dat ook net. En volgens mij, en dan kom ik toch even terug op de begrotingsdoctrine zoals die afgesproken is, hebben wij heel duidelijk hier liggen dat alles wat voorgesteld wordt, onuitstelbaar, wat was het, en nog iets moet zijn. Dus nu wordt de vraag elke keer anders aangekleed. Hè? Het wordt vanuit een onderzoek. Maar feitelijk is het natuurlijk zo dat daar wel hele duidelijke afspraken voor liggen. En ik vraag mij wel af of dit dan ook een goede gewoonte gaat worden. Dat we hele sympathieke voorstellen gaan doen, maar waar telkens wel geldvragen uit voortkomen. Zonder dat daar dekking voor gegeven wordt. En zonder dat daar, ik ben nu even kwijt, onuitstelbaar is en nog wat. Onvermijdelijk. Akkoord, ja, dan gaat het over onvoorzienbaar en onuitstelbaar als term. Wat hier aan de orde is bij deze moties die nu zijn ingediend, is dat er vragen worden gesteld. En nou, op zich ben ik met u eens dat daar terughoudend mee om moet worden gegaan. Maar het is wel de vrijheid van de raad om in ieder geval daarna te vragen. En er kunnen twee dingen gebeuren. Of je zoekt binnen de bestaande budgetten, zeg maar, zoals dat kan gebeuren. Dat is bij de vorige motie, waar ik een antwoord op heb gegeven. Dat wordt gepoogd om te kijken binnen bestaande budgetten of er ruimtevrijheid is om daar invulling aan te geven. Dan wel, er wordt een voorstel gedaan die als een soort opmaat geldt richting de voorjaarsnota, waar dan uiteindelijk het besluit wordt genomen. Dus in die zin moet u de verzoeken zien. Tenminste, zo zal het college ze ook behandelen.
En zal het ook teruggeven in de richting van uw raad. Maar het zijn wel signalen die door de raad worden afgegeven. En waarvan in dit geval ook de portefeuillehouder zegt van ik ga ermee aan de slag. Ik ga kijken wat ik eraan kan doen. En volgens mij heeft hij ook bedoeld binnen de bestaande budget als dat mogelijk is. Als het niet mogelijk is, komt hij terug met een voorstel. En dan zullen we dat inderdaad, zoals de begrotingsdiscipline zegt, bij de voorjaarsnota met voorstellen komen. En dat wordt dan bij de begroting eind van het jaar uitgewerkt. En dan is het daarmee ook weer, past hij weer in het financiële systeem. Zeg maar. Is er behoefte aan een stemming? Deze portefeuille was zo duidelijk dat hij direct zei van nou, ik neem dit over. Een stemming hoeft niet, lijkt mij overbodig. Tenzij uw raad dat zou willen natuurlijk. Maar ik mag concluderen dat de wethouder een dusdanige toezegging heeft gedaan dat hij daarmee aan de slag gaat. En daarmee deze motie gaat uitvoeren. Akkoord? Akkoord. Heer Bakhuis? Akkoord. Daarmee al dus besloten. Dank daarvoor. Dat brengt ons bij de hamerstukken van vanavond. Agenda punt 6. Is er behoefte aan een stemverklaring op dit onderdeel? Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen over het vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied Hardenberg-Radenwijkerweg. Bouw woning met bijgebouw. Kader van de buurtschappennota. Kunt u instemmen met dit voorstel? Akkoord. Akkoord met de algemene stemmen. Aanvaard. Agenda punt 7. Vaststelling bestemmingsplan buitendorp Zuidschoolstraat 49 tot 75 in Kloosteraar. Bouw van 20 nieuwe woningen. Stemverklaring. Niet het geval. U bent akkoord daarmee. Al dus besloten door uw raad. Dan agenda punt 8. De rondvraag. Behoefte om gebruik te maken van de rondvraag. Niet het geval. Agenda punt 9. Sluiting van deze vergadering. 12 januari 2016. Dank voor uw inbreng en dank voor de besluitvorming. De raadsvergadering is gesloten. Ik stel voor om kort te pauzeren, maximaal 5 minuten, waarna wij doorgaan met de oriënterende ronde. De vergadering is gesloten.